Ja, het is al een hele mooie zaterdag, begin oktober. Morgen wordt het slecht weer, dus ik denk ik ga nog een klein stukje rijden. Ik moet nog even wat vertellen over die motor. Ik heb die motor toen gekocht, ruim een jaar geleden. Ik heb er nou ongeveer 15.000 kilometer mee gereden. Een paar reizen gemaakt. En ik voelde gewoon een vibratie in die aandrijflijn zitten. En ik vermoedde dat het de kardan was. Nu is het zo dat BMW vanuit Duitsland, gewoon wereldwijd, vanaf model 2013, deze is 2014, dat ze alle kardans gaan vervangen vanaf 60.000 kilometer. Dus heb jij 60.000 kilometer met die motor gereden, dan krijg je een nieuwe kardan, gratis. Is gewoon een terugroepactie vanuit de fabriek. Nou ja, dat gedreun begon me steeds meer te irriteren. Er zit echt een soort kadans in die achterkant. Het is nou weg, want er zit een nieuwe kadan in. Maar dat was nog niet zo simpel. Dus ik dacht, ik woon in Breda. Ik ga naar de dichtstbijzijnde BMW-dealer. Deze motor is altijd BMW-dealer onderhouden in Duitsland. Dat heb ik hem gekocht. Maar volledig officieel dealer onderhouden. En voordat ik naar de dichtstbijzijnde dealer ging, dat is in Rijen. Dat is BMW Mofra in Rijen. Twee maanden ervoor had deze motor een beurt gehad bij de officiële BMW-dealer. Wat hier helemaal los van staat. Dus ik denk, ik ga naar Mofra. En ik leg het verhaal uit van, joh, ik kom voor die terugroepactie. Ik voel een kardans, een soort gedreun in die aandrijflijn. Ik vermoed dat het een kardan is en het is die terugroepactie, dus ik krijg sowieso een nieuwe kardan, want dat geldt voor iedereen. Ja, dat klopt. Er is inderdaad een terugroepactie. Maar ik ga even kijken in het systeem. Oh, u bent bij ons niet bekend. Nee, dat doen we dan zo. Dan doen we bij een servicebeurt. Als we die uitvoeren hier, dan krijgt u een nieuwe kardan. Dus ik zeg, ja, maar hij heeft net een servicebeurt gehad bij de officiële dealer. Kijk, het is niet dat Mofra dit moet betalen. Mofra wordt gewoon betaald door BMW Duitsland of door de importeur. Die betaalt gewoon een x-bedrag voor elke kardan dat ze vervangen. En die kardan die krijgen ze van BMW. Dus het is niet dat zij dat moeten betalen. Maar goed, ik heb weer aangedronken. Ja, nee, maar hij heeft al net een beurt gehad. Dus ik ga niet nog een beurt uit laten voeren. Dat is gewoon onzin. Ik heb een nieuwe kardan nodig. Want die kardan is denk ik niet goed. Nou, zij weer moeilijk. Nee, dat moet bij de dealer. Dat moet bij een servicebeurt. Wat is voor uw veiligheid, wat natuurlijk de grootste kolder is. Want die kardan heeft heel weinig met je veiligheid te maken, tenzij die in tweeën klapt, maar dat is een zeldzaamheid. Ik zeg, nou ja, ik ga geen beurt uit laten voeren, want die heeft hij net gehad. En dat is gewoon heel vreemd dit. Ik heb gewoon een nieuwe kardan nodig en dat is een terugroepactie van BMW en daar reclameer ik naar. Nou, zij weer naar boven, naar de baas. Nee, onverbiddelijk, ik moest een servicebeurt uit laten voeren en dan werd die kardan vervangen en eerder niet. Ik zeg, nou ga die doen, ik zeg, maar ik regel het wel. Dus ik kreeg bij Mofra niet eens een afspraak om die kardan te laten vervangen. Want Mofra wil namelijk heel graag motoren binnenhalen om servicebeurten uit te laten voeren. Want deze motor is natuurlijk daar nooit geserviced. Dus op die manier kun je alle BMW-motoren die aan die reclamatieactie van BMW voldoet, kun je een servicebeurtje verkopen. En je weet wat de prijzen zijn van de BMW, officiële BMW-servicebeurten. Die zijn niet mals. Maar goed, die heeft hij net gehad. Ga ik dus niet doen. Dus uiteindelijk de importeur gebeld. En de importeur zegt, nou, die hield het een beetje oppervlakkig. Dus ik kwam er ook niet uit. Uiteindelijk ben ik naar een andere BMW-dealer gaan zoeken. En die zit in Rotterdam. MR Motoren. Is net overgenomen, volgens mij een maand geleden. Het heeft nu een andere naam. Maar dat was MR Motoren BMW. Officieel BMW Motorrad in Rotterdam. Dus ik bel ze op en zeg, dit is het verhaal, er is een dreun die aandrijflijn, hij heeft meer dan 60 gelopen. Ik kom voor die kardan. Nou, is geen probleem, maken we gelijk een afspraak. Ik zeg, geen probleem? Nee, is geen probleem. Dat is een actie van BMW, dus u krijgt gewoon een nieuwe kardan. Iedereen krijgt een nieuwe kardan die aan die actievoorwaarden voldoet. Ik zeg, oké, maak maar een afspraak. Afspraak gemaakt, 2 weken later kom ik terecht. Nou, gewoon perfect. Ik heb gelijk een quickshifter op laten zetten. Die zat er niet op. Man. Die quickshifter is fantastisch trouwens. Dus in ieder geval
Ze hebben die kadan eruit gehaald en die liet hem ook zien. Nou, die was behoorlijk verroest. Ja, hoe dat kan, weet ik ook niet. Maar hij was echt behoorlijk verroest. En hij zegt, ja, er zit gewoon een speling op en dat was die dreun. Dus ja, mijn diagnose dat het een kadan was, die klopte in dit geval wel. Ik heb die heen gehaald. Ik wil zeggen, een doodlopende weg waar ik sta. Dus ik heb een nieuwe kadan gekregen. 4 MR motoren, motorrad in Rotterdam. Perfecte service, perfect geholpen. Helemaal top. Daar kan Mofra nog wat van leren, want die wil graag gewoon servicebeurtjes slijten. Want dat was wel duidelijk. Want na 3 keer vragen voor die kadan en je krijgt het niet. Dat is gewoon een schandaal. Dat is echt een schandaal. En ik heb nog gekeken op het internet of dat bekend is. Maar de meeste mensen die gaan gewoon naar de dealer van BMW en die krijgen gewoon die kadan. Maar bij Mofra was het volstrekt onmogelijk. Dus het mag wel duidelijk zijn. Dat was eenmalig bezoekje Mofra. Dit is mijn 5e BMW boxermotor. Daar zal ik hem in ieder geval nooit kopen. Want als je voor service terugkomt en het is zo vervelend allemaal en je krijgt niet eens een afspraak. Ja, hou het spul dan lekker. Motoren kan ik overal kopen. De dreun is eruit. Het is gewoon fantastisch. Ik heb daarna een reis gemaakt via Nederland, Duitsland. Nee, Nederland, Duitsland. Oostenrijk, Slovenië, nou, helemaal onderin Kroatië en via Italië, Dolomieten, weer helemaal terug naar Nederland. Ja, dat was fantastisch. En de afgelopen vakantie, want dat was het voorjaar, dat was in juni. En in augustus zijn we met de motoren naar Zuid-Frankrijk gegaan bij Frézuda aan de kust. Ja, geweldig mooi om te rijden daar. Ja, dat was het verhaaltje voor vandaag. Even geen rijvideootje, maar die komt er wel weer aan. We gaan nog rijden op een Harley Davidson Sportster. En we gaan nog rijden op een BMW R90. Niet zo een als wij hebben. Echt, het ziet er heel anders uit. Alles is van aluminium. Prachtige motor. En dat filmpje komt er binnenkort aan. Vind je het filmpje leuk? Abonneer je dan op het kanaal. Zet het belletje aan. Zodra er een videootje is, krijg je een melding. En je helpt het kanaal er gewoon heel erg mee. De groeten en tot de volgende.